Er wordt hier nog keihard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Oscar-uitreiking aanstaande zondagavond. De rode loper is nu nog wit, met plastic bedekt. Want stel je voor dat het gaat regenen en al die sterren soppend het gebouw ingaan. Dat kan natuurlijk niet. Wordt een hele spannende avond, want wie gaat er nou de Oscar voor beste film winnen? Boyhood of Birdman? Of zou American Sniper ineens deze twee films ingehaald hebben en als verrassing uit de envelop komen? Persoonlijk denk ik dat het gewoon om Birdman gaat draaien deze avond.